word helemaal niet snel verliefd. Op mijn huidige vriend wel, maar daarvoor ben ik 4 jaar vrijgezel geweest. Toen was ik ook wel echt een heks. Toen heb ik ook wel... ben ik ook niet de leukste versie van mezelf geweest. Dus ik word moeilijk verliefd. Ik wist het, met mijn vriend wist ik het meteen. Hij liep weg en ik keek hem zo na en ik dacht, goh, dat is leuk. En dat gevoel is er nog steeds. Ja, we hebben nog regelmatig date night. En dan ga ik er ook voor. Dus dan trek ik het leuks aan. We doen echt nog wel moeite voor elkaar. Dus dan wordt er ook nog gewoon goed gevierd. Door wie zou ik nog wel eens versierd worden? Ik zou het niet erg vinden om versierd te worden door Matthew McConaughey. En waarom? Nou, het lijkt me ook gewoon een hele gezellige man. Buiten dat het ook een hele knappe man is. Oh, ik krijg zoveel rare DM's. Ik heb echt eergisteren nog gehad. Vrijdagavond, 6 uur. Ik geniet van je. En dan weet ik dat ik op dat moment op televisie ben. Zo ben ik blij dat ik iemand een leuke avond heb bezorgd. Nou, ik weet dat ik heel veel over ambitie praat altijd. Maar ik hoop dat ik over 5 jaar gezond en gelukkig ben. En dat klinkt misschien heel cliché. Maar ik heb zoveel mooie dingen mogen doen het afgelopen jaar. Dat alles wat erbij komt is bonus en extra. En als het zo mag blijven, dan ben ik hartstikke gelukkig.